We hebben een nieuw college in Oude IJsselstreek en we staan te popelen om met jou aan de slag te gaan. We stellen ons dan ook graag even aan je voor. Ik ben Otwin van Dijk en burgemeester. En samen met mijn vrouw Karin woon ik in Bredebroek. En ik sta voor een veilige gemeente. En nou is Oude IJsselstreek natuurlijk best een veilige gemeente, maar ik wil dat ook graag zo houden en zal dat ook beschermen. Ik treed dan ook streng op tegen ondermijnende criminaliteit. En daarnaast vind ik het belangrijk dat we ook echt samenwerken in onze gemeente. Omdat ik ervan overtuigd ben, wanneer we met inwoners, organisaties en bedrijven samenwerken, plannen en beleid ook echt beter worden. Mijn naam is Sean Haversdeel en ik ben een van de nieuwe wethouders van onze gemeente Oude IJsselstreek. Ik woon in Ulft samen met mijn partner Alessandra en ik heb 3 volwassen dochters. Ik heb een hele mooie portefeuille en daar zit onder andere in participatiewet, inkomensondersteuning voor onze inwoners, nieuwe energie, toerisme en recreatie. Die participatiewet die vind ik heel erg belangrijk, want die helpt mensen verder in een zelfstandig bestaan. Zijn met financiële ondersteuning of met een nieuwe baan of een maatschappelijke baan. Ik zou graag zien dat onze inwoners ons over 4 jaar een goed rapportcijfer geven. En dan waar het goed wonen is, goed werken is en goed recreëren. Ik ben Janine Kok. De afgelopen 4 jaar was ik wethouder voor de gemeente Oude IJsselstreek. En ook de komende 4 jaar mag ik die mooie rol weer vervullen. Ik kom samen met Mark en onze zoon Silas en Boas in het mooie Genderingen. We gaan onze inwoners helpen om energie te besparen en hun afval nog beter te scheiden. En ook gaan we zorg en ondersteuning anders organiseren. Eenvoudiger, dicht bij huis. En we gaan daar echt bij bekijken wat de inwoner zelf wil en kan. In Oude IJsselstreek telt en doet iedereen mee. Daarom bouw ik graag de komende 4 jaar samen met jou aan een schone, een groene en toegankelijke gemeente. Mijn naam is Ben Hiddinga en ik ben voor de 2e keer gekozen om wethouder te zijn voor de gemeente Oude IJsselstreek. Daar ben ik heel blij mee. Ik woon op de Heelweg. De meeste mensen zeggen in Heelweg, maar eigenlijk is het recht op de Heelweg. En ik woon daar samen met mijn vrouw en 3 kinderen, waarvan in de tussentijd al 2 het huis uit zijn. De beleidsterreinen waar ik voor verantwoordelijk ben, dat zijn wonen, ruimtecoördinering, economie en grondzaken. We gaan woongebieden aanleggen en we gaan bedrijventerreinen aanleggen. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste taken voor de komende jaren. Dat we genoeg woningen bouwen voor iedereen die in Oude IJsselstreek wil komen wonen. En dat we genoeg werkgelegenheid creëren op de nieuwe bedrijventerreinen voor de mensen die bij ons willen komen werken. En ook de bedrijven die graag met innovatie en dergelijke verder willen doorontwikkelen. Ik ben Rie Anksmits. 52 jaar geleden ben ik geboren op de boerderij waar ik nu samen met mijn man en dochters woon. De komende 4 jaar ga ik met mijn collega's werken aan onze mooie gemeente Oude IJsselstreek en voor u als inwoner. Vitaal buitengebied en vitaliteit in onze woonkernen is één van mijn portefeuilles. Daarnaast volksgezondheid en sport. Vitaliteit, lichamelijk en geestelijk natuurlijk, voor al onze inwoners. Maar daar moet u ook zelf aan werken. Doe je mee? Ik ben Marco Benning, de nieuwe wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek. Ik woon in Ulft, samen met mevrouw Saskia, 2 zoons en een dochter. Mijn portefeuille is de jeugd en onderwijs en financiën. Deze portefeuilles liggen me zeer na aan het hart, omdat ik hierbij ook mijn betrokkenheid en mijn meerwaarde kan laten zien. Met name de portefeuille onderwijs trekt me zeer aan. Voor de komende jaren wil ik me daarvoor graag inzetten om in ieder geval het klimaat voor de jongeren te verbeteren en daardoor ook de jongeren de kansen te laten krijgen om zijn talent te laten ontwikkelen. We stropen onze mouwen op en gaan graag samen met jou aan de slag. Voor een gemeente die klaar is voor de toekomst en waarin het goed leven is.